De meest gruwelijkste huid van de meest engste reacties. En de beste schrikken. Halloween zeker bij Remco's en Bas die hele maand oktober. Jongens van Kanaal, ik ben Remco Bals. Video van deze, wat is het vandaag? Het is vandaag 8 oktober. En dat is aflevering van Wat in het, aflevering 107. Vandaag gaan we reageren op 13 bizarre OV-momenten, waardoor je voortaan liever gaat lopen. En je weet er alles van. Rudy. De dag van tuinieren. En de dag van koken. Of wat dacht je van de dag van de radio? Elke dinsdag en vrijdag zie jij Wat in Internet, de dag. Ja, mensen, welkom allemaal bij deze aflevering van deze bekende serie op de dinsdagmiddag en de vrijdagmiddag. En vandaag gaan we reageren op wat ik al zei voor de intro. We gaan vandaag reageren op 13 bizarre OV-momenten, waardoor je voortaan liever gaat lopen. Reizen met openbaar vervoer is een prima alternatief voor de auto en ook een stuk beter voor het klimaat. Althans, als je zwemt in het geld en een beetje van zelfkastijding houdt, nadat je namelijk complete salaris hebt afgedekt en een nieuw heeft verkocht voor een treinkijker, kan de mens, wat hel, mensonterende reis beginnen. Teenagelknippers, salamivreters en krijzende kinderen, zo zitten allemaal in jouw coupé. Gelukkig ben je niet de enige die van die bizarre momenten meemaakt in de OV. Want ook bij deze Nederlanders is de reis flink ontspoord. Scheerweg, Simbank. Durf niet te filmen, maar een meisje tegenover mij scheert nu haar oksels in de trein. Hoe is jullie ochtend? Wat? Oké, goed. Nooit gehad. Ja, ik ga nooit met de trein. Nooit met de trein, in ieder geval niet in de ochtendspits. Toen ik mijn rij was nog niet had, toen deed ik het niet. Nee. Ik ga altijd met de bus. Of fietsen. Fietsen dan werkt het altijd goed. 2. Sommige rijders waren echt een potje van in het OV. Iemand in de trein bijt weer een glazen jampot. Zochend, ja, een jampot met kruiselen weg in de trein. De plastic Albert Heijn lepel slash vork tikt tegen het glas om elke spet eruit te krijgen. En de politie doet helemaal niks. Nou, die wil je niet zien. Gooi het in dat soort filmpjes. 4. Doe even tramquella allemaal. Ik kan het woord nog uitspreken. Gewoon die hele zieke woorden. Ja. De tram rijdt niet verder en we kunnen er niet uit. En nu zijn mensen ruzie aan het maken wie de meeste haast heeft. En meneer roept dan sommige mensen meer haast hebben dan anderen, waardoor het voor deze groep erger is. Mevrouw vindt dat we allemaal ergens heen moeten. En 5. Reizen met OV is niet bepaald een gekookt eitje. Ik zit op een volle trein en niemand naast mij zit gekookt eieren te spellen om te verorberen. Iedere keer als ik denk, nu gaat hij stoppen, doet hij een nieuwe tevoorschijn. Hij zit er tussen al I5, de mensheid. 6. Gerda wilde het laatste stuk gewoon heel graag zwemmend afleggen in plaats van met het OV. Ik zit in de trein als volle en iedereen staat op terwijl de eisen nog niet eens over zijn. Nee, dat is altijd zo. Hoef ik niet te zien, heb ik geen zin in. Hij doet stinkend het best om de vloer in slaven te spelen in het OV. Ik zit in de trein. Juist. Ja, zie ik wel eens. Nee, gelukkig kan het altijd nog erger. Iemand in de trein zit hier met flote voeten. Ja. Ja, lekker. Stinken! Daar komt een. De lucht! Vandaan. Ja, maar echt een. De lucht! Ja. Een duwt gast naast mij in de trein schudde zijn kolen. Maakte het daarna open en toen ging alles over zijn witte broek. Hij had een systeemfout in zijn hoofd, denk ik. Ineens eventjes een moment, ja. Oh, sorry meneer. Wilde u er ook een? Ik zat in de trein en zakdoek in mijn rugzak. Ik legde wat tampons en maakte wat even op het tafeltje. De meneer tegenover mij was hier duidelijk niet mee gediend te zijn. Allee, wat zijn dat voor manieren, sprak ik boekdelen. 2024 en men neemt aanstoot aan wat tapons. De luidspreker. Wordt iets te serieus genomen in het OV. Kan iemand me uitleggen waarom mensen in de trein op speaker zitten te bellen? Kunnen de mensen die dit doen hier een antwoord op geven? Hoe je dit in je hoofd krijgt? Nou, misschien omdat die trein heel veel lawaai maakt en je hoort mensen schreeuwen. Dan even.
Je wil het geluid hebben op 100% en dan iedereen doof. Nou, doof. Iedereen van... Wat zit jij te doen? 13. Let the Hunger Games begin. Mensen die al in de trein stappen voordat iedereen is uitgestapt, vervloek ik echt. Ja. Nou, ik heb zelf ook wat ermee gemaakt. Altijd aan het einde van de video ga ik altijd wat zeggen. Maar ik heb ook wel eens wat meegemaakt. Ik was ooit in de bus. Ik ging naar mijn auto toe. En iemand zat aan de bier en zat bier te drinken in de trein. En zat, wat zat hij nog meer te doen? Hij zat, zat aan de bier en ik dacht van, wat ben je aan het doen, gast? En die buschauffeur zei al van, je mag het niet drinken of zo. Je mag het niet drinken. Nou, dan. Ja. En ook heb ik ook wel meegemaakt van die kinderen, van die jongeren, ze vonden het wat warm in die bus, hebben ze het raam open gedaan. Kon die buschauffeur er naartoe gelopen, bof, gelijk op een goem. En keihard, hè, keihard, zo bof. Ja, ik heb het gezien, ik zat toen ergens in het midden, bij de uitgang van de bus. Nou, ik zag dat toevallig, ik keek zo. Nou, die man die deed zo bof en dacht van, oké, die is niet in de goede stemming. Ja, logisch. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Wij zijn er vrijdag weer met een aflevering van Wat in Net. En tot vrijdag. Yo. De dag van tuinieren. En de dag van koken. Of wat dacht je van de dag van de radio? Elke dinsdag en vrijdag zie jij Wat in Internet. De dag.